Schiphol is in beweging en wordt dag en nacht gebouwd aan de toekomst van de luchthaven. Hier werken we hard aan de nieuwe pier. Het stalen frame is bijna klaar en het hoogste punt wordt binnenkort bereikt. Dan gaan we verder met de gevel. In december 2020 is de pier klaar. Op deze plek is nu nog de tijdelijke vertrekhal. Deze wordt eind 2020 gedemonteerd, zodat we de nieuwe terminal kunnen bouwen. Hiervoor zijn we al druk met de infrastructuur. Het viaduct wordt verbreed om een route te creëren naar de voordeur van de nieuwe terminal. Vertrek 1 en lounge 1 worden volledig opnieuw ingericht, waardoor reizigers meer ruimte krijgen om in te checken en om te winkelen. Het security filter wordt verplaatst naar een nieuwe verdieping. Ook vliegtuigen hebben ruimte nodig, dus daarom breiden we dit platform uit met extra opstelplaatsen. En tijdens al deze werkzaamheden blijft de volledige luchthaven gewoon operationeel.